En wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond en nacht wordt er nog een regenbui verwacht. Aan het eind van de nacht is er lokaal nevel mogelijk. Morgenochtend blijft het tijdelijk bewolkt, waarbij af en toe een regenbui verwacht kan worden. In de middaguren komen er perioden voor met buien. In het zuidoosten worden er ook enkele onweersbuien verwacht. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan zijn en enkele windstoten, mogelijk in de middag, voornamelijk in het kustgebied verwacht kunnen worden. In het zuidoosten wordt er een matige onweersbui verwacht.